Ja, ja. Morgen. Yes, ik wil dat ook hoor. Ik wil dat ook hoor. We gaan zo ook even naar de wc. Nee. Okay. Jawel. Ik wil. Okay. En ik hoef niks van iemand. Oké, okay, dus Marcel. Ik ben er voor jou, ja? Let op, hè? Ja. Ik ben er voor jou. Het maakt me niet uit wie er voor me is. Ik ben er voor mezelf. Maar ik ben er ook, toch? Ja, om heel eerlijk te zijn. Ik ben er voor mezelf. En dat ben ik al, even kijken, bijna 15 maanden. Maar heb je niet het gevoel dat ik er voor je ben? De laatste maand niet, nee. Nee, maar weet je waar Rudy komt? Ja, Rudy die daar zit. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. En als ik hem nou even wegdenk? Ja, weet ik. Filmavond. Weet ik niet. Ik vraag aan jou. Ja, jij en Andrea was de enige, maar dat maakt niet uit. Want kijk, ik ben niet fucking achterlijk, hè. Kijk, een kleine vraag van hoe was het? Ik ben wel de enige die aan je denkt. Ja, maar het is een kleine moeite om dat soort dingen te vragen. Daarom. Het is een kleine moeite en ik doe het. En de rest niet. Ja, oké, ik weet het. Maar ik hou altijd in mijn achterhoofd wat er allemaal is gebeurd. Mm-hmm. En dat hou ik allemaal in mijn achterhoofd. Mm-hmm. Ik vergeet het niet. Mm-hmm. Ik vergeef wel, maar ik vergeet het niet. En wat vergeet je niet? Alles. Wat bedoel je ermee? Gewoon alles. Gerrit. Of wat? Alles. Ja, maar spreek je van als je een vriendin bent... Mm-hmm. En je geeft heel veel om mij. Mm-hmm. Dan doe je dat soort dingen niet. Oké. Okay. Ja. Je bedoelt met hem mee Gerrit of wat? Kijk, weet je, fuck hem. Want hem zou ik nooit hier meer willen, buiten hier meer willen. Ik wil hem nooit meer. Mm-hmm. Dus ik ben heel blij dat je hem eigenlijk van me af hebt genomen. Want ik heb de laatste maanden heb ik de beste utopia tijd van mijn leven. Dus ik ben blij dat je van me af hebt genomen. Maar... ja. Van jou had ik het niet verwacht. Oké. Okay. Hoi, mag ik even bij jou schuilen? Oké, dan is het duidelijk, toch? Ja. Dus ik vertrouw alleen maar eigenlijk op mezelf. Mm-hmm. De mensen die dicht bij me staan en die weten hoe of wat. Mm-hmm. En voor de rest boeit me geen fuck. Oké. Okay. Ja, is prima, toch? Ja. Ik denk precies hetzelfde. Net als met die dansavond en weet ik veel wat. Dat ik denk van ja... ja. Eigenlijk precies hetzelfde. Welke dansavond? Nou ja, dat je 15 maanden hier bent en... Ben je nog naar je toe gekomen? Ja, maar niet op advies van jezelf. Snap je? Nee, door Merel. Ja, dat bedoel ik. Maar ik ben toch naar je toe gekomen. Op en, advies van Merel? Ja, maar ik wou het met je samen doen. Of ik wil het nog steeds met je samen doen. En als je daar niet voor openstaat, doe ik het nog steeds alleen. Ik sta er zeker voor open. Je weet hoe ik ben, hè? Ja. Je weet hoe ik ben. Ik ben meer van samen doen dan alleen doen. Ja. Ik denk alleen dat we de jongens moeten inschakelen. Maar, welke jongens? Nou ja, die twee gasten die over die avond gaan. En maak me geen fuck uit. Kijk, ik ga haar gewoon bellen en ik ga haar uitnodigen. En wanneer ik het ga doen, of het op 4 oktober is of een andere datum. Ik wil gewoon die dans leren. Ik heb het tegen jou gezegd. Ik heb echt met mijn mond vol tanden gestaan hoe zij die dans presenteerde. Ja. En ik wil die dans gewoon leren. Mm-hmm. Ik hoop dat ze hierheen wilt komen om mij die dans te leren. Mm-hmm. En ik hoop gewoon dat ze dat ook wilt en dat ik dat leer. En of dat met jou is... Kijk, weet je, ik ben niet egoïstisch, want ik wil jou er ook bij betrekken. Alleen, ik ben er dan wel. 4 oktober ben ik hier 15 maand. Ja. En ik wil gewoon een soort van iets presenteren waardoor ik hier 15 maanden ben. En ik heb ook een verleden met dans. Mm. En niet zo... Nee, maar wacht. Maar niet zoveel als jou. Want jij hebt volgens mij meer gedanst dan dat ik dat heb. Ik wil dat gewoon zo aankondigen. Mm. En het liefst nog met Beyoncé. Omdat ik al als een soort van bijtje word gezien. Marcel, dat ik nu ga lachen. Dat zegt wel genoeg, toch? Ja, weet ik niet. Ik gun jou het. Snap je? Ja, maar op het moment zelf. Gerrit gunt het mij niet. Jessie gunt het mij wel. Gerrit gunt het mij niet. Okay. Merel zei tegen mij van ja, je moet naar Frenny gaan, want je gaat naar vaarwater lopen. Oké. Fuck die shit. Maar dat hebben wij uitgesproken, toch? Ja, maar weet je wat het is, Fren? En dat heeft Lotus echt, ik wil je die brief laten lezen. Lotus heeft gezegd, waarom wil je die 3,5 maand niet een spotlight aan iemand gunnen? Ook al is het alleen, ook al is dat samen, waarom kan dat niet?
Ik wil je die brief laten lezen. Wat bedoelt ze daarmee? Nou ja, omdat... Kijk, we hebben nog 3,5 maand, ja? Ja. Jij bent de danseres hier. Jij, het is jouw droom. Mm-hmm. Ik wil niet in jouw vaarwater lopen. Ik vind het echt een kutzin zelfs. Sowieso. En, Marcel, verplaats je eens in mij. Maar wacht. Ik heb een dansachtergrond. Nou ja, 3,5 jaar dan. Jij hebt volgens mij je hele leven gedanst. Ik niet. Ik heb 3,5 jaar, 4 jaar heb ik gedanst. En ik vind het gewoon leuk om de dans te leren die mijn danseres ooit heeft gedaan. Mm. En dat heb ik ooit tegen jou ook gezegd. Mm. Die wil ik gewoon leren. Ja, dat is en goed. Het is met de dans van Beyoncé. Ja, je weet hoe ik ben, hè? Show. Maar ik wil die heel graag 4 oktober doen. Omdat ik hier 15 maanden ben. Marcel, maar ik gun jou het ook met mij. Maar ik gun het ook met jou als jij alleen een dans zou willen doen. Maar ik wil het niet alleen. Ik wil het samen doen. Ja, maar mensen denken daar anders over. Ja, maar mensen... En Jesse en Gerrit willen niet dat ik daar... Op 4 oktober dans. Oké, okay, what the fuck? Het gaat om ons toch? Wij willen dansen. Ja, maar hun wij gaan willen dansen. Het niet. Oké, okay, so fuck it. Wij willen dansen. Wij gaan dansen, Shell. Eerlijk? Fren? Ja. Gerrit? Yes, vind nog oké. Okay. Maar Gerrit wil niet dat ik ga dansen op 4 oktober. Oké, okay, laat Gerrit lekker zijn schoenen zakken. Even serieus, ja, Shell. Ja, jij zegt dat nu alleen omdat je mijn mond... Wilt plezieren of weet ik erbij? Veel wat. Hoe kom je erbij? Omdat ik weet hoe je bent. Je weet hoe ik ben? Ja. Ja? Jij wilt mensen tevreden houden. Je wilt mensen te vriend houden. En ik geef je groot gelijk. In de positie waar jij staat, top. Echt waar. Maar ik weet hoe alles werkt, ja? Mm. En ik weet precies hoe alles nu gaat... Mm. Jij wilt mij naar de mond toe praten. Nee, tuurlijk niet. Ik wil gewoon dat het werkt, klaar. Ik maar heb geen het gaat niet werken. Dit dan wordt gaan we een strijd. Fucking, nou, dan gaan dit, we een andere fucking avond verzinnen. Dit wordt een fucking strijd. Nee. En ik ga die strijd aan, maakt me niet uit, met een Gerrit. Jesse vond het oké, maar een Gerrit vond het niet oké. Dat ik op 4 oktober wil dansen. Maar ik okay, echt dan gaan waar... We samen. Show. Hij gaat dat niet oké okay vinden, Fanny. Dat weet jij net zo goed als mij. Dan gaan we een andere avond verzinnen. Nee. Waarom niet? Omdat ik 4 oktober hier precies 15 maanden zit. Oké. Dan gaan we een avond daarvoor verzinnen. Weet ik veel. Maar in nee, ieder geval... Ik wil op 4 oktober, wanneer er hier mensen zijn, wil ik een dans doen. Met jou, zonder jou, maakt me niet uit. Ik wil die dans doen. Het maakt je niet uit. Het maakt me niet uit. Ik wil die dans doen. Oké. Ga je even roken, ja? Met jou of zonder, hey, of jou? Zonder jou? Wat jij wilt. Oké. Of zonder mij. Oké. Ik wil die dans gewoon doen. Maakt me niet uit of het met jou of zonder jou is. Echt waar. Nee, maakt me niet uit. Dat wordt me eigenlijk geen fuck. Hey, leen je nog 2 Bacardi-flessen? Ik bedoel Baco-flessen. Zonder de co, maar dus of kan een Baco-fles zonder co nog niet op zijn? Nog niet op zijn? Nou, meid, maak hem open. Vind ik ook raar, hoor. Die moeten wel op vanavond. Wat een okay. Raar, pak maar. Wie doet er mee? Socials. Ja. Weet je nog met Michael? Toen met een cocktail. 15 maanden. En ik wil gewoon heel graag iets laten zien. Je zegt en of wel, dat met jou is of zonder jou Michel, is. Luister. Ja? Je zegt wel, het maakt me niet uit of ik met jou of zonder jou doe. Ja, dat is echt waar. Ja. Dat is goed. Maar dat vind ik best wel heftig. Maar... Dat is niet heftig. Nee. Als je bekijkt, want hij gunt het jou meer wie? Dan wie is mij. Hij? Wie is hij? Een Jesse en een Gerrit. Oké. Gunnen het jou meer dan mij. Waarom ik heb Gerrit mee? Niet op mijn filmavond. Ja. Of mijn Hiske en mijn... Voordat ik weer egoïstisch word genoemd. Heb ik hem niet laten draaien. Ja. Yeah. En ik wil heel graag op mijn 15 maanden een dans presenteren. En ik, nogmaals, of dat met jou is of alleen met mij. Het maakt me eigenlijk niet veel uit. Tuurlijk, jij bent de danseres hier. Ik wil eigenlijk gewoon de post van Lotus laten zien. Want dan begrijp je mij misschien meer. Dat is maar ze zegt daarin van...
Je hebt nog 3,5 maand. Uh-huh. Waarom zijn mensen zo moeilijk? En wie bedoelt ze ermee? Ik denk dat ze jou er ook bij bedoelt. Mij? Ja. Waarom? Omdat, stel je voor... Ben je moeilijk? Nee, stel je voor even. Als Brandon... Ja. Kan ook goed zingen. Ja. Lotus kan ook goed zingen. Uh-huh. Waarom zou hij in die 15 maanden niet mogen zingen? Ja. Omdat Lotus zingt, dat vindt zij bullshit. Uh-huh. En hetzelfde geval in ons. Uh-huh. Ze zag dat de drie, en dan heb ik niet jou erbij, maar een Lotus, een Merel, een Jessie en een Gerrit, gingen tegen mij in. Sorry. Heeft ze iemand vuur? Ja, daar. Oké. Okay. Oh, wauw, daar is geen vuur. Nee, hè? Wacht. Ja. Oh, jij weet het ook! Maar even serieus, Ben. Ja, ik luister. Een Merel, een Gerrit en een Jessie. Die... Ja, mis. Die zien niet... Kijk, nee, ik ga het even anders verwoorden. Ja, zo. Een Jessie en een Gerrit doen het ook samen. Mm. Een Gerrit is erop aangesproken. Maar hij voegt Jessie erbij. Ja. Alleen maar omdat ze het samen gewoon willen doen. Mijn droom is acteren. Maar ik voeg... Hiske erbij, omdat ze het leuk vindt. Dus ik voeg haar erbij. Ik wil heel graag presenteren. Maar Merel wou dat niet. Dus hebben we het niet samen gedaan. Dus fuck die shit. Nog een keer. Jij bent de danseres. Het is jouw droom. Maar ik vind het leuk om te doen. Dus waarom zou je het niet samen kunnen? Ja, en dat is net het geval als een Jessie en een Gerrit. Het is Gerrit's droom, maar hij voegt Jessie erbij. Maar lieve Shell, ik heb hier nog nooit buiten gesloten, eerlijk? Het is niet persoonlijk, maar ik wil alleen maar even zeggen hoe ik erover denk. Waarom kan je niet mensen erbij bij betrekken? Nee. Ik heb hier nooit buiten gesloten, eerlijk, Shell? Nee, Frenny heeft dat nooit gedaan. Ja, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen dat... kijk, het is mijn droom om te acteren. Mm-hmm. Hiske heb ik erbij toegetrokken, omdat zij het heel leuk vindt. Maar een Gerrit en een Jessie... Ja, maar dat is een Gerrit en een Jessie. Maar een Shelly en een Merel, zij wou presenteren. Ja. Ik wou het samen doen, maar dat wou ze niet. Nee, omdat, maar Shell, eerlijk, omdat... ik heb hier nooit buiten gesloten, eerlijk. Maar dat zeg ik ook niet, schat. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Gelukkig. Ik wil wat is alleen de betrekking zeggen, tot Frenny? Ik wil alleen maar zeggen dat je ook dingen samen kan doen. Kom, schat. Nee, ik hou van samen doen. Die regen boeit me niet. Mij wel. Maar zo, ik hou van samen doen en ik wil het heel graag samen doen. Echt waar. Kijk, weet je toch? Je weet hoe ik heb gesproken over het feit dat ik heel erg graag mijn oude danser, of tenminste mijn lerares, hierheen wil hebben om die dans te laten leren. Als ik haar moet mailen, moet je het echt zeggen. Nee, ik ga haar bellen. Okay. Ik heb haar nummer opgeschreven, ik wil haar bellen. Maar kijk, en ik bedoel het niet gemeen of vies, maar... Ik ben 4 oktober, ben ik hier 15 maanden. Ja, tuurlijk. En ik wil gewoon iets doen. En dat is gewoon ik wil gewoon dans doen. Om te laten zien. Dat samen doen. Ja, dat vind ik oké. Dat vind ik super leuk. Maar ik wil gewoon heel graag dat mijn oude lerares hierheen komt om die dans aan mij en jou te leren. Hallo, lieverd. Hi, schat. Mag ik jullie wat vragen? Dat zou ik gewoon heel graag willen. Shell, je bent helemaal nat. Kom even. En boeit me geen ene fuck. Maar Shell, ik wil het samen doen. Milena wil dat vragen. Je weet hoe ik ben, hè? Mag ik hou van vragen? Ja. Waar is Lexi? Lexi is in de bed. Is Lexi in haar bed? Ja. Jordi, weet je dat zeker? Ja, want waarom dan? Want Mariska en André brachten haar naar haar bed. Oh,